Beste mensen, welkom hier bij de provincie Noord-Holland. Mijn naam is Kees Joustra en ik ben plaatsvervangend sectormanager omgevingsbeleid. En binnen deze sector ook verantwoordelijk voor water- en klimaatadaptatie. En alles rond regionale keringen maakt natuurlijk ook onlosmakelijk een deel uit van dat hele mooie vakgebied. Ook welkom bij de provincie. Vlak voordat we hier begonnen heb ik ook even gevraagd van ja, wanneer was nou de vorige kennisdag? En dat was in Den Bosch in 2019, als ik het goed begrepen heb. Dus mensen, dat is alweer 3 jaar geleden. En Ludolf zei al mooi van ja, hoe hebben we elkaar gezien? Ja, wat natuurlijk wel het voordeel was voor een relatieve buitenstaander als ik ben in deze sector, is dat je bij online, dat er al onder de naam staat. Dus zo kun je naam en gezichten makkelijker aan elkaar koppelen. Dus het had ook wel enige voordelen. Jullie zitten hier ook in het provinciehuis van de provincie Noord-Holland. Dit is het wat nieuwere deel, zal ik maar zeggen, van het provinciehuis. Hiernaast is het oude deel, paviljoen Welgelegen. Die ook gesticht, ontwikkeld, samen met de hele tuinenpartij door bankier Henry Hoop. En ik zat gisteren nog even over na te denken. Zo van ja, een bankier ergens tussen 17 en 1800, ja, waar verdiende die ook geld mee? Die hebben natuurlijk ook wel geld verdiend met inpolderingen, met zorgen voor gebiedsontwikkelingen. Ik heb nog proberen na te zoeken van of ik daar voorbeelden in Nederland of Engeland. Want hij is toen Napoleon kwam, is hij richting Engeland gegaan. En Lodewijk Napoleon heeft hier ook nog enige jaren gewoond. Maar ik heb niet kunnen vinden van wat voor concrete projecten die gewerkt heeft. Anders had ik dat nog kunnen vertellen aan jullie. In de introductie zo pas hoor ik ook dat mensen komen. Jullie komen hier vanuit allerlei hoeken van Nederland. Vanuit ook verschillende werkgebieden ook. Dus wat ik wel even ook interessant vind, misschien voor jullie ook. Dat we even kijken van ja, Wie van jullie werken er bij waterschappen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, kijk, dat zijn heel veel handen zijn dan. Wie werken er bij het Rijk? Kijk, gelukkig. Die zijn er ook nog. Wel in een flinke minderheid dit keer. En bij adviesbureaus? Gelukkig. Want daar werken we natuurlijk ook heel nauw mee samen. En ja, laat ik dan eindigen met, wie werken er bij de provincies? Henk, dat is toch niet zoveel. Ik had dat ietsje meer verwacht, eerlijk gezegd. Kennisinstituut. Heel goed. De kennisinstituut Delta. Ja. Als ik Bas ook niet in mijn nabijheid had, dan pakte ik er ook weer niks van. Hè? Dankjewel. En ik ben ook benieuwd wie er voor 7 uur in de auto of de trein hebben moeten stappen vandaag. Kijk, moet je eens kijken. Helemaal hartelijk welkom voor jullie een extra kopje koffie om even goed wakker te worden, mensen. Fantastisch dat jullie hier zijn in Noord-Holland. Nou, even kort, en ik wil dan ook niet het gras voor de voeten van Bas wegmaaien. In Noord-Holland, Noord-Holland heeft heel veel met water. Ik heb hier een aantal onderdelen staan. We hebben te maken we zijn aan drie kanten zijn we omgeven door grote wateren. Het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. Dus eigenlijk zijn we ook een soort schiereiland. En dat geeft ook weer een heleboel vraagstukken die hier zitten. Het zit links boven, staat ook Zoete Toekomst Texel. De Waddeneilanden die hebben natuurlijk niet de aanvoer van normaal zoet water. En die moeten meer zelfvoorzienend zijn. Nou, wij proberen daarin ook mee te helpen om van de nood een deugd te maken door ook die zelfvoorzienendheid en in de winter als er meer regen is om dat beter te kunnen opslaan, om dat uit te rollen. En daar zijn ook al die eerste projecten van op dit moment die in uitvoering zijn. We hebben ook te maken met de droogmakerijen en de veengebieden, Laag-Holland en het Groene Hart, weer met hun hele eigen typering en hun hele eigen vraagstukken ook op het gebied van regionale keringen. En we hebben ook weer andere zaken. Ook de verdediging van Amsterdam, hè? De stelling van Amsterdam. Waarbij je eigenlijk ook ziet dat het slim omgaan met water, de waterveiligheid, maar ook de waterverdediging en ook het gebruiken van het land daarbij, dat we dat kunnen benutten. En ook het bijzondere daar is dat tot nog niet eens zo lang geleden, een jaar of 50 geleden, mocht het inundatiegebied, dan mocht je ook verder niet bouwen. Dus dat heeft ook weer een hele kwaliteit gegeven.
En ja, we zijn eigenlijk watersportprovincie nummer 1. Ik weet dat ook discussies met Friesland ook wel eens zijn van wat is nou de watersportprovincie. En nou, ik kom zelf ook uit Friesland hoor, dus laat ik dat ook eerlijk zeggen. In Friesland is het meer zeilen, maar hier zijn de andere vormen van watersport zijn hier ook zeker aan de orde. En rechtsonder ook belangrijk, onze hoofdader van het water, het Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaalgebied, met heel veel vraagstukken die daaraan zitten. Wat betreft niet alleen de keringen, dat is ook wel dan, maar ook het benutten van het zoete water wat daar is. Wateropgaven hebben een enorme samenhang met elkaar. Op onze website van de provincie Noord-Holland vind je deze infographic ook, waarin we ook proberen aan te geven hoe alle verschillende elementen van water met elkaar samenhangen en hoe die ook georganiseerd zijn. Dat is nog best een klus, zal ik ook zeggen. En het is ook niet altijd zo makkelijk uit te leggen aan iemand die niet een insider is. Maar het is, en het zal blijven, ook altijd teamwork om dat te doen. Van waterschappen, de provincies, de drinkwaterbedrijven ook niet te vergeten. En hier zie je ook de combinatie van bodem en water. Nou, minister De Jong heeft in zijn ruimteordeningsbrief ook aangegeven dat ruimte en water leidend gaat worden. Of meer leidend gaat worden, laat ik het zo zeggen. In de ruimtelijke ordening. En daar moeten wij ook allemaal ons steentje aan bijdragen. Ja, dan de vraag, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, we hebben het even schematisch zo proberen weer te geven. Er zit een heel groot deel samen in, maar er zit natuurlijk ook een eigen rolpakken bij. Bij het samen wil ik even refereren naar het leren. En dat lijkt zo simpel, maar het is af en toe zo lastig. In Noord-Holland zijn we samen ook met de waterschappen en de drinkwaterbedrijven. En we hopen ook dat de gemeente daarbij aansluiten. Zijn we begonnen met een traject ruimtelijke ordening met water. Want het blijkt dat je als je over hetzelfde lijkt te hebben, dat je toch een hele andere aanvliegroute hebt. En dat is niet erg, maar je moet het wel van elkaar begrijpen. En je moet ook snappen van waarom denkt een ruimtelijke ordenaar of iemand die bezig is met biodiversiteit of iemand met watermanagement op een bepaalde manier. Wat voor scope heeft die? Wat heb je van elkaar nodig? Dus dat is echt een leertraject wat we met elkaar aan zijn gegaan. En dat wordt een heel spannend traject. Deze zomer gaat dat van start met een 9-tal voorbeeldopgaven om dat maar eens een keertje te gaan leren. Tweede element is regelen. Waterschappen, provincies en ook het Rijk en de gemeente hebben allerlei regelingen. Wij hebben zelf de omgevingsverordening. Onze nieuwe omgevingsverordening is net afgelopen week is die vastgesteld. En daar zie je ook dat we daar ook heel veel van elkaar kunnen leren. Maar ook duidelijk moeten maken van wat we van andere partijen verwachten in de provincie in de verordening. En de waterschappen bijvoorbeeld in de keur. En ook hoe je dan zorgt dat, wat ik zo pas noemde, dat bodem en water leidend, dat je dat een goede plek kan geven. En daarmee ook eigenlijk de ruimtelijke ordening kunt helpen daarin. De derde wat we samen doen is ontwerpen. Nou, ontwerpend onderzoek is daar ook een heel belangrijk punt in wat we op een heleboel gebieden doen. En wat mijn lering ook wel is ontwerpend onderzoek is een heel krachtig instrument. Maar je moet wel de goede informatie en kennis moet je met elkaar inbrengen. Dus daar moet je van tevoren heel goed in investeren voordat je dat kan doen. En dan tot slot eindigt het altijd met je eigen rol pakken. Waar ben je van? Welke bijdrage ga je daarin leveren? Ja, vandaag, nou Ludolf die zei het net al heel bevlogen. Hè? Want we hebben het over de regionale keringen en de waterveiligheid. Maar het is ook een kennisdag en het is ook weer een kennismakingsdag, zou ik wel bijna willen zeggen. Hè? Nu we elkaar weer mogen ontmoeten. Dus laten we vandaag ook benutten om te leren, om te anticiperen. Ook om te kijken wat hebben we van elkaar nodig om ambities te combineren. En uiteindelijk ook, we doen het ook allemaal voor die omgeving. Hoe betrekken we die daarbij? Nou, ik zou zeggen, ik wens jullie allemaal een hele leerzame en nuttige dag. Ik hoop dat we het hier ook een beetje koel kunnen houden, want het is wel een beetje warm hier. Dus we hebben al gevraagd of de airco wat harder aan kan. Want we willen iedereen graag gezond ook weer naar buiten brengen. En ik wil het woord geven aan Bas voor Zo snel gaat het niet. Hebben wij al geklapt voor Kees? Ik heb het gemist even. Eén vraagje, Kees. Ja.
Hoe lang doe jij waterveiligheid al binnen Noord-Holland? 3 jaar. 3 jaar. En als jij... Nou moet ik oppassen wat er gaat gebeuren, hoor. Het is meestal zo'n vraag in drieën, dat de laatste vraag is dat het vaak. Hier hoort dat je mobiliteit onder andere, hè? Ja. En wat vind jij nou het leuke van waterveiligheid gewoon? Waar word je helemaal blij van? Waarom ben jij gewoon van Doesburg hierheen gegaan, ga je vanavond weer terugzetten? Nou, 1, ik vind het fantastisch om jullie te ontmoeten en ook jullie verhalen te horen waar jullie mee bezighouden en wat je van elkaar nodig hebt. Als het gaat om waterveiligheid, het is natuurlijk ons primair. Wij zitten hier ook zeker in het Holland, zitten wij voor 70% zitten we onder NAP. We zijn eigenlijk al 300 jaar, zijn we gewend dat we daarmee leven, maar eigenlijk ook bijna denken dat heel normaal is. Maar het is eigenlijk helemaal niet normaal. De afgelopen paar weken heb ik een hele mooie biografie gelezen van Johan van Veen. Ja, die kennen jullie allemaal, denk ik. En daar zie je ook eigenlijk dat we ons ook in de eerste helft van de 20e eeuw wel eens in slaap hebben lopen sussen. Met die waterschappen en het Rijk, dat hoeven we allemaal niet zoveel geld te besteden aan die waterveiligheid. Want ja, de mensen in de buurt van de dijk, die zorgen daar wel goed voor. Nou, we hebben natuurlijk allemaal in de verschillende voorbeelden gezien dat niet zo is. Dus het is een hele primaire, belangrijke opgave om überhaupt droge voeten te houden. En tegelijkertijd zie je ook de kwaliteit daarvan. Van wat ik zelf fantastisch vind, is minstens 1 keer per jaar wil ik over de West-Friese omringdijk fietsen of rijden. Want het geeft zo'n mooie beleving van Holland. Dus het is niet alleen een primaire noodzaak, hè, om hier in deze delta te kunnen wonen. Maar het geeft ook een enorm mooie kans voor kwaliteit in dit gebied. In die combinatie, ja, dat komt hier allemaal samen. Dus daarom ben ik met graagte van Doesburg deze kant uitgekomen. Perfect. Nou, een Fries die verliefd is geworden op Noord-Holland. Nou, hartstikke mooi. Bedankt.